En vanaf 1 juli zal er elke woensdag een vlucht van de SLM richting Amsterdam gaan, waarbij groente en fruit naar Europa worden geëxporteerd. In dat kader heeft LVV-minister Rabin Parmisser gisteren een gesprek gehad met verschillende actoren die betrokken zijn bij de export van groenten en fruit naar de Europese Unie. Op de bijeenkomst benadrukte Parmisser dat groente en fruit bestemd voor de export geïnspecteerd dienen te worden. Daarnaast is het van belang dat exporteurs 3 dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld van een cargovlucht. De exporteurs hebben tot 1 juli de ruimte om hun papierwerk in orde te maken. Ook enkele problemen worden aangekaart. Een van de grootste zorgpunten is de trage afhandeling van de groenten en fruit op luchthavens, waardoor deze uiteindelijk niet meer kunnen worden geleverd.